deze nieuwsuitzending. Die is naar aanleiding van een reactie die ik kreeg op een nieuwsuitzending die ik gemaakt heb. En dat is nieuwsuitzending 726. En dat betrof de maatregelen die afgelopen zondag zijn getroffen aangaande de coronavirustoestand uitbraak in Nederland. Daarop heeft Nout gereageerd. Wat kan je hier zien? Dat is drie kwartier geleden. En hij stelt daarbij de vraag aan mij: had je deze al gezien? Nou, toen niet. Nu wel. Nou, dat ken ik al een tijdje. Die heeft vaker gereageerd. We hebben ook contact gehad over Skype, als ik me goed herinner. Ik heb er een kopje thee bij, misschien dat jij dat ook wil doen, want er komt hier een aap uit de mouw. Deze link, die zie je hier. Dat is deze website, die is van het domein centerforhealthsecurity.org en dan event 201. En dan heb je hier een overzicht van de verschillende filmpjes die daar op gezet zijn. En die filmpjes staan allemaal op YouTube, dus die kan je erbij gaan pakken. Als je dus met me mee wil kijken, je kan dus naar deze nieuwsuitzending gaan. En dan op het linkje klikken wat Nout voor ons heeft klaargezet. Dus niet alleen voor mij, dus ook voor jullie. Nou, wat is dit? Hier heb ik het eerste filmpje heb ik opengeklikt en op de YouTube link geklikt en dan kom je hier terecht. En wat je hier ziet staan, dat is een reclame van YouTube. Dit stukje, ik kan er niet op klikken want dan schiet ik in de reclame, maar ik beweeg een beetje met mijn muis, dan kan je het wel zien. Hier begint het. Event 201 Pandemic Exercise Highlights Reel. En 4.500 mensen vonden dat geweldig en 1.500 mensen vonden dat helemaal niks. Dit ding is gepubliceerd op november de 4th, 4 november, vorig jaar. En dan staat hier in de openingstekst dat het hier gaat om geselecteerde momenten, highlights, hoogtepunten van het event 201 van de pandemie tabletop exercise. En dat is een oefening alleen maar op, niet op papier, maar alleen maar in een studio. Met z'n allen rond een tafel en dan doen we net alsof het echt is. Ik zal zo dadelijk daar iets meer over gaan vertellen, want dit heb ik eerder gezien. Ze spelen, ja, hoe noem je dat? Een rollenspel heet dat ook wel. Dus dan maak je dan een soort scenario's, spijker je in elkaar. En dan heb je allemaal bobo's uitgenodigd. En die gaan dan hele verstandige dingen zeggen over wat je moet doen in zo'n scenario op dat moment. Degene die hier het geld voor op tafel hebben gelegd, dat zijn de Johns Hopkins Center voor Health Security, samen met het World Economic Forum en de Bill en Melinda Gates Foundation. En Bill en Melinda Gates, dat is dus Bill Gates de III, de oprichter van Microsoft, die schier misdadige softwaregigant. Daar zou ik ook nog een hele beschouwing over kunnen houden, over hoe Microsoft in elkaar zat. Maar daar gaat het nu niet over. Die hebben dit evenement, dit rollenspel, deze zogenaamde oefening op papier, gehouden op 18 oktober vorig jaar, 2019. Nou kan je, als je een beetje YouTube kan bedienen, dan kan je opvragen
wat de tijdlijn is geweest van dat hele corona-gedoe. En die heb ik dan hier gevonden bij pharmaceuticaltechnology.com. En dat begint bovenaan. Dat begint bovenaan. Er is nog wat te melden. Het gaat allemaal over corona. 17 maart. En dat is het vandaag. Hè? En het begint. De website begint met 17 maart. Maar dat is dus het allerlaatste bericht. En het eerste bericht wat erop stond is van 31 december vorig jaar. Toen werden de eerste gevallen gemeld door China. Er staat hier dat op 31 december vorig jaar, toen heeft China de Wereldgezondheidsorganisatie op de hoogte gebracht dat er verschillende griepachtige gevallen waren in Wuhan. De hoofdstad van een provincie van China, Hubei. Die provincie heeft een bevolking van 11 miljoen. En ze hebben patiënten in quarantaine gezet. En de gezondheidsautoriteiten die zijn begonnen met het op te sporen wat de bron is van deze griep. Inmiddels wordt het niet meer bestempeld als griep, by the way. Dit was op 31 december vorig jaar. Dat evenement dat vond plaats op 18 oktober. Dat is dus 2,5 maand daarvoor. En wat gaan ze dan bespreken? Nou, ze doen dus een soort rollenspel met zogenaamd echte feiten. En dat is, hier zit veel geld in. En je kan ook zien, ze hebben daar een mooi filmpje van gemaakt. En het is een oefening over hoe je om moet gaan met een wereldwijde pandemie. En dan een exercise. Nou, gaan we even kijken en luisteren. Ik zal even hier dit vertalen. Gemiddeld reageert de Wereldgezondheidsorganisatie op 200 epidemieën per jaar. Ik vraag me af wat ze daarmee bedoelen. Jij denk ik ook, hè? Maar nou gaan ze het bespreken over het voorbereiden op een evenement, moet je dat zo zeggen? Een gebeurtenis die uitgroeit tot een pandemie. Nou wil ik er even bij vertellen dat het woord pandemie en het woord epidemie, dat zijn twee verschillende termen. En bij de uitbraak van het H1N1 virus, de varkensgriep of Mexicaanse griep, toen zijn er advocaten bezig geweest om het begrip, de juridische inhoud van de betekenis van het woord pandemie dermate te veranderen dat die uitbraak van H1N1 plotseling werd bestempeld als een pandemie. Dat het H1N1 virus toestand van destijds, en wanneer was dat? 2008, 7, 6, roep het maar. Dat was volgens de oude betekenis van de woorden epidemie en pandemie, was dat destijds een epidemie. Maar juristen hebben de inhoud van de betekenis van die twee woorden aangepast, met name de betekenis van het woord pandemie. En werd die uitbraak van dat Mexicaanse griepvirus plotseling bestempeld als pandemie. En wat zit daar nou achter? Nou, wat erachter zit is dat als een farmaceutische industrie
komt met een medicijn of een vaccin of een wat dan voor chemische oplossing voor een ziekte. En die blijkt helemaal niet te helpen. Of sterker nog, die blijkt zoveel nadelige effecten te hebben dat het middel erger is dan de kwaal. Dan kan je normaal gesproken zo'n farmaceut tot de verantwoording roepen. Alleen als er een pandemie is, dan is het probleem dermate wereldomvattend en zo enorm direct dat de farmaceut niet dat risico mag lopen, want dan zou die farmaceut denken van ja, hallo, straks kom ik met een medicijn binnen 3 weken en dan gaat het fout. En wie is dan de gebeten hond? Ja, ik natuurlijk. Dus in het geval van een pandemie kan er dan tegen de farmaceut worden gezegd, ga dan maar je best doen om het allerbeste medicijn te vinden wat jij kan verzinnen. En mocht het misgaan, dan treft jou geen blaam. Laat ik dit even op je inzinken. Ze hebben het woord pandemie verruimd, want als er een pandemie gaande is, dan mogen de farmaceuten, die mogen medicatie op de markt brengen, wat het ook maar is, dat je er gezond van wordt of dat je het niet kan krijgen, dus een vaccin. En als dat vaccin nadelige gevolgen heeft of helemaal niet werkt, dat maakt niet uit, dan kunnen we die farmaceutische producenten niet aanklagen. Want ze handelden onder de situatie van een pandemie, dus ze moesten wel. En daarom mag je ze niet aanklagen als het misgaat. Want het is allemaal zo erg. Dit even over het woord pandemie. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread. Nou, hier kunnen we stoppen. ...18 oktober 2019... hebben ze een oefening gehouden over wat ze zouden moeten doen als er een pandemie uit zou breken onder de naam corona. Een virus dat zich verspreidde via, het begon in varkens en dan heel erg. En dan zou je zeggen, ja, maar in ons geval was het niet varken, maar ging het om vleermuizen. Ja, dan let je niet goed op, want dat doet er natuurlijk helemaal niet toe. Het gaat om het naampje. Corona. En wat ze dus hier zeggen, dat is puur fantasie, hè? Niet denken dat dit echt gebeurd is. Dit is alleen maar een scenario uitgeschreven door de afdeling marketing en andere pedagogische instituten. Silently within herds. Gradually farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. Milde griepachtige symptomen. Tot en met een ernstige longontsteking. Ik denk dat je pneumonia zo moet vertalen. The sickest required intensive care. Many died. Many died. Dit is 18 oktober vorig jaar. En op 4 november hadden ze de hele video dingen totaal klaar. Dus in 2 weken tijd. En op het internet gepleurd. En 4.500 mensen, die vonden het helemaal geweldig. Die zeiden like, like, like. En 1.500 mensen, die vonden het stuitend. En ik wist er niks van. En had ik het wel geweten, dan had ik niet een dislike gedaan. Want dat dit stuitend is, dat mag je zelf verzinnen. Of leg ik het niet goed uit? Kijk, degene die dit evenement georganiseerd hebben, dat is dan Johns Hopkins Center for Health Security.
Maar dat zegt me geen donder. Maar dat doet hij dan in partnerschap, in samenwerking met... Of dat doet die stichting, dat centrum, met het Wereld Economisch Forum. Maar wat heeft dat Wereld Economisch Forum nou te maken met een pandemie? Waar heb je het nou over? Los van het feit dat het begrip pandemie met die Mexicaanse varkensgrieptoestanden, dat het begrip veranderd is van betekenis. Zodat farmaceuten van alles op de markt kunnen brengen zonder dat ze daarvoor, hoe noem het, dat er een schadeclaim ingediend kan worden. Zonder dat ze daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Om maar te zwijgen over de aanwezigheid van die fijne stichting van die fijne Bill Gates die helemaal niet programmeren kan. En er is een film en die is gemaakt door een man, een oudere man, zeg maar een man zoals ik. En het ging over die aanslagen in Londen van 7 juli 2005. Dat kan je heel makkelijk onthouden, want 7 juli, ja, juli is de zevende maand. En 2005, als je die 2 plus 0 plus 0 plus 5 bij elkaar optelt, dan krijg je ook een 7. Dus 777. En voordat die aanslagen kwamen in Londen, toen was er een oefening, net als dit. Ook zo'n tabletop exercise. Waarbij de vraag werd gesteld hoe de overheid moest reageren op. En dan komt er een scenario. En dat scenario, dat stemde niet voor 100% overeen met wat er zich later ging afspelen op 7 juli 2005, maar wel voor 90%. En wel voor 100% op de meest kenmerkende onderdelen, namelijk bomexplosies in de metro. En een bus. Weet je die film ook alweer, The Dinges Effect? Schiet dat me nou zo nog even snel te binnen? Zou kunnen hoor. Het zit op het puntje van mijn tong. De huppeltje-pup effect. Kom. Het moet me zo te binnen schieten. Maar dat komt er nog wel. Maar bij die aanslagen in Londen hebben ze dus van tevoren op de BBC, de British Broadcasting Corporation, de NOS van Engeland, of het Hilversum van Engeland, hebben ze lekker zitten kletsen over wat ze zouden moeten doen als er zoiets zou gaan gebeuren. Nou, dat hebben ze dus aangaande dat corona-toestand dat we nu hebben, dat hebben ze dus ook gedaan. Precies hetzelfde. Op 18 oktober. 2,5 maand van tevoren. En als jij nou denkt, nou Perry, maar is toevallig. Het is gewoon toevallig. Ja, natuurlijk. En de maan is gemaakt van kaas, of niet? Door jouw overleden oma. Destijds. Ja, dan kan je alles geloven. Dit is geen toeval. Tuurlijk niet. En dan gaan ze bespreken wat je dan moet gaan doen als zoiets gaande is. Gaan we hier even kijken. Hello everyone, I'm Anita Cicero, Deputy Director of the Johns Hopkins Center for Health Security. And today I will be your Master of Ceremonies for Event 201. On behalf of our center and our partners, the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation, I'd like to extend a very warm welcome to our audience here in New York, as well as our larger virtual audience participating online today. The goal of the Event 201 exercise is to illustrate the potential consequences of a pandemic and the kinds of societal and economic challenges it would pose.
The scenario also highlights the very critical role that global business and public-private partnerships play in preparing for and responding to pandemics. Today's scenario is going to simulate meetings of a multi-stakeholder group called the Pandemic Emergency Board. This board has been urgently convened by the World Economic Forum, and Johns Hopkins has been asked to moderate the board meetings and provide expertise during the board's deliberations. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with the major global challenges arising in response to an unfolding pandemic. Okay, nou, dat geloof ik dan wel. Dan krijg je hier een trade and travel discussion. Kijk wat ze daar gaan zeggen. Trade is handelen en reizen. The scenario now advances 3 weeks to November 7th, 2019, to the second meeting of the Pandemic Emergency Board. Thank you all for reconvening on short notice. Let's get an update on the pandemic. Very short notice. Dr. Thanks, Rivers. Tom. Ze lekker te lachen zitten ze. In the last 3 weeks, we've seen a significant escalation of the pandemic. Previous projections appear to have been accurate. We've gone from about 35,000 cases to more than 260,000 estimated cases. Oh, there we go. Even wat verder aan. So, your views. We've got a big dilemma. People moving, carrying disease. We can't stop trade and travel or else we risk economic consequence. Oh ja, dus dan mensen die drager zijn van de ziektekiem, die reizen. Wat zullen we doen? Ja, wat denk jij dat ze gaan zeggen? Ja, reizen verbieden natuurlijk. En wat gaat dat voor gevolgen hebben voor de handel? Ja, die gaat op zijn gat. Dan krijg je dan hier het stap. Dan gaat het over de financiële consequenties. Spread. There may be 5.5 million cases. Following the European debt crisis amounted to approximately $350 billion, and that was only three countries. Without bailouts for national economies, economic failure in the most desperate countries could... Ja, dan gaan ze dus hier spreken over bailouts. En dat betekent dat je geld gaat verstrekken. Snap je de idioterie? Er is een uitbraak van een ziektekiem en dan gaan we het hebben over geld. Hoezo over geld? Er is een uitbraak van een ziektekiem. Nee, we gaan het even hebben over geld. En nou zag ik vandaag op Facebook een post van Anthony Michels. En die ken ik persoonlijk. Ik ken zijn vader ook. Zijn vader is overleden. God hebben zijn ziel. En Anthony Michels is nogal op de hoogte van wat er zich afspeelt op het financiële niveau. En waar er sprake van is, is dat het geld, dat is in principe geen fluit meer waard. Want de hoeveelheid geld is zo belachelijk veel geworden dat het dus geen waarde meer heeft. En dan zal jij zeggen, ja, maar dit is helemaal niet waar, want ik heb helemaal niet zoveel geld. Nee, jij niet. Maar men wel. Kijk, alle landen op deze wereld hebben een staatsschuld. Zoek het maar na. Alle landen, zo'n beetje. En aan wie? Alle landen staan in het rood. Ja, aan wie moeten ze dat terugbetalen? Aan de Marsmannetjes? Nee. Aan een hele kleine groep mensen die spelen met het geld. En wat ze doen, wat ze het allerleukste vinden met geld, is dat ze daar de godganse tijd gaan ze daar extra geld van lopen bijdrukken. Ja, dat moet je vooral lekker blijven doen. En dan heb je dus heel veel briefjes, maar wat betekenen die briefjes nou? Wat voor een werkelijke waarde vertegenwoordigen die briefjes?
Kijk, in Babylon, dit weten wij uit de geschiedschrijving, daar was het zo dat als iemand een toegevoegde waarde had gerealiseerd en hij stond die toegevoegde waarde af aan een ander. Ik praat nu even heel economisch basics. Hè? Een mens voegt waarde toe als die werkt. Als je geen waarde toevoegt, dan ben je misschien wel heel moe. Maar dan heb je niet gewerkt. Want je hebt geen waarde toegevoegd. Ik voeg bijvoorbeeld waarde toe. Want ik ga 's morgens naar die locatie waar ik schoonmaak. En als ik binnenkom, dan zijn er altijd weer dingetjes gebeurd. Als ik 's middags wegga, dan kom ik de volgende ochtend weer terug. En dan zijn de toiletten vies. En de keukenvloer is vies. En de woonkamer is smerig. En noem maar op, hè. Nou, en dan ga ik daar een aantal uren met mijn vrolijke hoofd in de rond te lopen. En met mijn moppenkar. En dan heb ik die locatie schoongemaakt. Dan heb ik de waarde van die locatie verhoogd. Snap je? Dat is wezenlijk wat ik heb gedaan. Ik behoor ook tot de cruciale beroepsgroep. Ik krijg voorlopig geen beroepsverbod. Zo cruciaal is het wat ik doe. Zo wezenlijk is de waarde die ik toevoeg. Nou, ik voeg dan waarde toe. Nou, zo zijn er ook mensen en die doen dan niet wat ik doe, maar die doen iets anders. En dat kan je zelf verzinnen wat ze doen. Dus om een voorbeeld te noemen, iemand die slacht een koe. Nou, dan zou je zeggen, ja, maar dat is zielig voor die koe. Maar dat is het toevoegen van waarde aan die kilo's vlees. Want zolang die kilo's vlees, wel morbide wat ik nou zeg, maar zolang die kilo's vlees nog aan die koe zitten en die koe lekker boer roept in het weiland, kost die koe alleen maar geld. Want hij moet eten hebben en zijn poep moet afgevoerd worden en er moet een mestboekhouding worden bijgehouden en alles. Maar dan gaat die slachter, die gaat die koe doden. En die gaat dan die delen van die koe uit elkaar snijden en sorteren op categorie. En die zegt, nou, dit is de lende en dat is de biefstuk. Dit is de koeienstaart, ook heel lekker. En dan voegt die waarde toe. En uiteindelijk heb je dan mensen zoals de slager hier om de hoek. En die gaat op nog kleiner niveau, gaat die grote lompen vlees een stukje snijden. En die legt dat keurig op schaaltjes. En dan kan je daar een onsje van kopen. Dat is ook weer toegevoegde waarde. Nou, in Babylon was het zo dat als er iemand toegevoegde waarde had geproduceerd. Bijvoorbeeld een geit had te eten gegeven van een klein geitje. Totdat je echt denkt, van, nou, dat is een grote geit. Dat is geen kleine geit. Dan gaf hij die geit aan een ander en dan kreeg hij een certificaat. Geleverd 1 geit. En dat certificaat dat was niet op papier, maar dat was met een kleitablet. Zo werkte ze. Dat kan. Dan heb je natte klei en daar kras je wat in met een spijker. Hè? Daarom heet het ook spijkerschrift. Hè? Dan kras je wat in met een hard dingetje. En dat zijn dan magische woorden. Die mensen die dat mochten doen, die waren beëdigd, zullen we maar zeggen, door Babylon, de heersende macht. En die kleitablet, dat was dus geld. Nou, dat was geld en dat geld werd dus alleen maar in circulatie gebracht als er waarde werd toegevoegd. Snap je? Maar nu wordt er geld in circulatie gebracht zonder dat er waarde wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld door bail-outs. Dat is de term die man net gebruikte. En wat is een bail-out? Nou, dan ga je als een debiel ga je geld bijdrukken en dat geld ga je uitdelen. Maar jij kan ook verzinnen dat dat geen snars helpt. En wat ze dus gaan doen, is ze gaan de hoeveelheid geld op deze wereld zo ver opblazen, zodat we ze dadelijk geen bossen meer hebben, maar al die bomen zijn omgezet en er zijn biljetjes van gemaakt. En wat heb je dan gedaan? Heb je bossen omgekapt en heb je biljetten van gemaakt? En daar worden we blij van? Nee, dan stort de hele boel in elkaar natuurlijk. En wie is de lachende derde? Ja, dat is degene die al dat geld in omloop heeft gebracht. Want die is de baas.
Zo zit het in elkaar. En dan krijg je hier nog een... En die gaan we denk ik niet bekijken. En uiteindelijk krijg je dan segment nummer 5. En het is dan hot wash. En dat is dan de epiloog. De conclusie. En dit zijn de drie aanstichters. Johns Hopkins, de World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation. Die hebben niet die corona dingen in de wereld geslingerd hoor. Hoef je echt niet bang voor te zijn. Maar die hebben dit forum, dit rollenspel georganiseerd. Betaald. De Johns Hopkins Society Foundation Center is het. Die heeft het georganiseerd. En die andere twee partijen die hier staan, die hebben het geld ervoor op tafel gebracht. Op tafel gelegd, moet je zeggen. En zo zit corona dus in elkaar. Dit is geregisseerd vanaf het begin. Dat is ook opgenomen in het hele plan dat Johns Hopkins op kosten van de World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation dat evenement zou gaan organiseren. Dat zat ook al in het plan. Dit is hoe die mensen werken. Er wordt nu al gesproken over dat de bedrijven die nu failliet dreigen te gaan, dat ze dan van overheidswegen geld gaan krijgen om te kunnen overleven. Er klopt er iets helemaal niet. Dat geld van wie komt het dan? Dat wordt alleen maar bijgedrukt. Dat is het einde van je spaargeld. Daar komt het op neer. Je krijgt een inflatie. Dan heb ik jou daar. Punt. Hey, ik heb het in eerdere nieuwsuitzendingen over het corona gebeuren al gezegd dat hier sprake is van een daad van oorlog tegen onder andere Nederland. Want de economie van een land met opzet schade toebrengen, dat wordt gezien als een oorlogsdaad. Volgens het internationale recht. Ja, dit is een oorlogsdaad tegen de Nederlandse economie. Het is jammer, maar helaas. En wij gaan hiervoor bloeden. Want de aanval is in volle gang. En het enige waar wij ons druk over maken is dat het allemaal echt is met dat virus. En er zullen best mensen zijn die er... er zullen heus mensen aan het overlijden zijn. Het punt is dat er dagelijks mensen overlijden. Met name oudere mensen. Dat is noodzakelijk. Er worden per dag op de wereld 500.000 mensen geboren. Verwekt. Middels seks. Dat is de enige manier om een mens te verwekken. Maar er worden 500.000 mensen per dag verwekt. En daarvan worden er 125.000... gedood op verzoek van de moeder. Van, er is een mens verwekt. Maar was eigenlijk de bedoeling niet. En kan iemand die mens even doden? Dus er worden 125.000 mensen worden per dag gedood. Terwijl ze aan het groeien zijn in de buik van hun moeder. In blijde verwachting van een leuk leven. En er komen er 375.000 levend uit de buik van hun moeder. Nou, ervan uitgaande dat de wereldbevolking ongeveer gelijk blijft van dag tot dag, kan je er dus van uitgaan dat er per dag 375.000 mensen sterven. En wat we nu gaan lopen brullen is dat... wat hebben we nou wereldwijd aan coronadoden?
Die teller loopt hard op, maar we zitten denk ik nog niet aan de 10.000 in totaal sinds 31 december. Nou, we zitten nu op halverwege maart. Dus dat is dan januari, februari en dan nog zeg maar 6 weken. Dus in 6 weken tijd hebben wij 10.000 doden wereldwijd. Ruwweg. Nou. Als je dat vergelijkt met die abortussen. Dat is een bizarre vergelijking, maar laten we even bij de getallen blijven. 125.000 per dag. Dus dan keer 7 is 875.000. En dat keer 6 weken, dat is 5,3 miljoen. Tja. Dus vergeleken hiermee, dit is eventjes in de memory plus doen. En dan nemen we het aantal coronadoden van 10.000, zeg ik maar even. 1, 2, 3. Gedeeld door een memory recall is 0,002. Oftewel 0,2%. En dan kan jij zeggen dat je het erger vindt als iemand overlijdt aan een coronavirus dan dat hij overlijdt doordat zijn moeder er geen gat meer in ziet. En dat je daarom vindt dat we eerst wat moeten gaan doen aan al die coronadoden, alhoewel dat maar 0,2% is van vergeleken met het aantal doden op verzoek van de moeder. En dat is een kwestie van prioriteiten stellen natuurlijk. En in Nederland hebben wij nu, dacht ik, 42 doden. Nou, en in Nederland is het aantal abortussen niet zo hoog. Dus dan is het cijfer iets meer dat die coronadoden toch wel wat een groter aandeel is. Maar nog steeds niet veel. Dat is nog steeds in delen van procenten, dacht ik. We kunnen het wel even uitrekenen, by the way. Dan doen we 80. Dat is namelijk het aantal abortussen hier in Nederland per dag. Keer 7. Keer 6. Is dat. Clear with memory. Memory plus. En we hebben nu in Nederland 42 doden, dacht ik. Gedeeld door een memory recall. Dan zitten wij hier in Nederland op een 1,3%. En het aantal doden door abortussen is ongeveer gelijk aan het aantal doden door een hele vervelende kankersoort. Dus tja. Tja. Maar het is een pandemie. Want het staat in de krant. Vandaag op mijn werk. Daar werkt een Mohammedaanse jongen. Hij noemt zichzelf Marokkaan. Ik ben Marokkaan. And I'm proud of it. Heel leuk, gozer. Die gelooft er ook helemaal niks van. En hij vindt in mij een grote medestander. En we stonden op die groep even te kletsen in de keuken. En hij helemaal dit en dat en zus en zo. En Perry weet er ook van. En wat, vraag hè Perry. En toen zei ik uiteindelijk, dat meisje zat hem echt aan te kijken. Wat zeg je allemaal? Dit meen je niet. Dit kan toch niet? En ik alleen maar schouders ophalen. Van ja, kan er niks tegen inbrengen. Zoals hij het zegt, zo is het volgens mij ook.
En ik ben 60 en ik ben landbouwkundig ingenieur. En ik weet hoeveel 14 keer 14 is uit mijn hoofd. Dat is namelijk 196. Maar ik kan rekenen. Dat meisje die kreeg echt zo'n gevoel van nou zeg. En ik zei uiteindelijk na een aantal seconden, en dat was onze heldhaftige Marokkaan even aan het ademhalen. En toen zei ik ja. En nu gaan we allemaal gezellig aan de slag, want hè? We gaan een beetje lachen. We kunnen er toch niks aan doen. We kunnen er wel een leuke dag van maken. En het was een hartstikke leuke dag vandaag op mijn werk. Die bewoners van de groep die mogen niet naar de dagbesteding. Die is namelijk 200 meter verderop en het is een afgesloten terrein. Maar ja, veiligheid boven alles. Dus die mensen mogen niet naar de dagbesteding, want dat is 200 meter verderop en het is een afgesloten terrein. Alles dus, hè? Alle locaties, centraal kantoor en de dagbestedingen, dat is één afgesloten terrein. En het is niet afgesloten vanwege het coronavirus. Nee, dat was altijd al afgesloten. Omdat die mensen daar, die hebben zo hun momentjes. En dan gaan ze zomaar lopen. En ja, wie weet waar ze terechtkomen. Dus daarom is het afgesloten. Je kan er wel af. Maar moet je langs de hoofdingang. Maar al die mensen zaten dus op de groep. En ik was eigenlijk wel een beetje benauwd van tevoren van oh, 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 oh. En ik moet zeggen, het ging geweldig. Het was hartstikke gezellig. En het was wel zo dat er extra personeel was voor de begeleiding. En dat kon natuurlijk ook makkelijk, want die dagbestedingen zijn dicht. Je hebt het hier over mensen en die moeten intensief begeleid worden. Tot aan één-op-één begeleiding aan toe. Dus er werden spelletjes gespeeld en op het internet liedjes opgezocht en ik weet niet wat ze allemaal deden. Ja, ik doe dan mijn eigen ding en loop een beetje in de rondte met mijn stofzuiger en mijn moppenkar. En ik zeg hallo tegen onze heldhaftige Marokkaan. En we drinken koffie. En ik heb nog wel gezegd van denk hierom en denk daarom. En een collega van mij, die ik stapte met haar in de bus en voordat we in de bus stapten had ze zo'n flaconnetje met ontsmettingsmiddel en het spoot ze over haar handen en dan ging ze zo in die handen wrijven en toen deed ze de flesje weer weg. En toen zaten we in de bus en toen deed ze het weer. En toen zei ik tegen haar van nou, dat kan je beter niet zo vaak doen. Dat is niet goed voor je huid. En ik zei tegen haar van als je het nou serieus wil nemen, hè, laten we het serieus nemen. Dan moet jij je handen wassen. Je handen ontsmetten. Als je het terrein net opgekomen bent. En je moet je handen weer ontsmetten als je het terrein afgaat. Zodat je het virus, als het er is, niet mee het terrein opneemt en niet mee het terrein afneemt. That's it. En ik heb het ook tegen de mensen van de groep gezegd. Van denk erom, als je hier binnenkomt, de locatie binnenkomt, eerst even je handen ontsmetten. En uitgelegd welke dispensers ze moeten hebben. En ik weet dat dan. Dat is dan wel weer leuk. Dat ik de autoriteit ben. Op dat gebied. En ik ben vandaag keurig, zoals afgesproken is, mijn baas heeft dat verordend. Klinken afgegaan met ontsmettingsmiddelen. En alle deurklinken, stukken van de deurposten, alles wat mensen maar beet kunnen grijpen. Lichtknopjes en zo. Ja, met mijn ontsmettingsdoekje overheen. Ja, dat is verder allemaal geen probleem. Wat een probleem is dat op weg naar mijn werk, dat ik in de bus zit en ja. Yeah.
met mij nog 3 andere mensen. Dus, gisteren, maandag, was het ook al rustig in de bus. Maar nu was het wel heel erg rustig. En dan hoop ik maar dat ze die dienstregeling niet in... Ja, dat er wel enigszins een bus blijft rijden. Want dat kan je dan ook nog krijgen. Dat ze de dienstregeling door 10 gaan hakken. Want er zit toch niemand in de bus. Ja, dat is even lekker leuk voor mij. En mijn collega's. Want ons team van schoonmakers ook. Voor ons geen vakantie, hè. Wij zijn cruciaal medewerker. En ons wordt verzocht om gewoon normaal te doen. En dat is alles. En wij komen met de bus naar ons werk. Niet allemaal hoor, maar veel wel. Tja. Het is mij te ver om te fietsen. Maar dit is wel erg. En natuurlijk ook in het centrum van Arnhem. Het is bizar. En wat je nu ook ziet is dat winkels, die hebben helemaal geen klanten meer. De viswinkel waar ik graag kom, die stond zelfs met een interview, kort interview, in de Gelderlander. De krant van Gelderland natuurlijk. Die was helemaal perplex. Dit had hij nog nooit meegemaakt. Zo weinig klanten. Die man die verkoopt vis. En dan heeft hij geen klanten. Hij heeft wel zijn vaste lasten die denderen lekker door, hè? Hij heeft wel personeel in dienst, maar dat levert geen zak meer op. Voor die anderhalve kop die er nog komt, ja, dat kan hij net zo goed zelf doen. Daar heeft hij die dames niet voor nodig. Ja, wat krijg je dan? Straks gaat die arme man nog failliet. Nee, hij is droevig. Behalve op mijn werk, daar was het hartstikke leuk vandaag. Ik zie er naar uit om morgen er weer naartoe te gaan. Gaan we lekker kletsen. En ik heb het idee dat die bewoners, die, ja, nou ja, het moet dan maar, hè? Ze kijken een beetje tv en ze doen een spelletje en... Nou, er ging er wel eentje uit zijn dak vandaag. Maar ja, dat moet kunnen. Per slot voor rekening, die begeleiding, dat zijn professionals en die kunnen daarmee omgaan. Oh, er was er nog eentje. Best een leuk verhaal. Dan sta ik daar mijn edele werk te doen. En dan zie ik in een stond ik in een badkamer. Dan zie ik dus door de deuropening dat er een rol die op mijn kar ligt. Dat die rol door de gang vliegt. En ik gelijk die gang op. En ja hoor, daar staat Joris. Zeg maar Joris. Hè. En die staat naast mijn kar en die pakt de spullen op vanaf. En die gooit ze gewoon door de gang heen. Nou, ik gelijk naar de woonkamer gestapt en gezegd van ja, er moet even ingegrepen worden. Nou, dat deden ze ook. Dan heb ik al die spullen die op de grond lagen, die heb ik weer op elkaar gelegd en ik ben weer verder gegaan in die badkamer. Voor de rest is het, ja, dat was het ergste evenement wat ik vandaag
op mijn bordje kreeg. Nou, dat trek ik wel, hoor. Ik bedoel, die spullen gaan niet stuk als je ermee gaat gooien. Want waar hebben we het nou over? Een rol van dat wisserpapier? En nog wat. Ja, ha, 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 ha. Dat gaat niet stuk. Nee, het was een hele leuke dag. En ik denk morgen wel weer. Ik denk eigenlijk de hele komende 3 weken wel. Dus ik hou het wel vol. En die mensen daar ook. En de supermarkten met dat hamsteren, dat is wel vervelend, maar dit zijn natuurlijk eenmalige acties van die mensen en die hebben nou allemaal ontzettend veel toiletpapier in huis. Waar ze dan waarschijnlijk nog de komende 3 jaar hun billetjes mee af kunnen vegen. Dus die hoeven voorlopig geen toiletpapier meer te kopen. Dus ja. En de hoeveelheid toiletpapier in Nederland, wauw, daar hoef je geen zorgen over te maken. Nee, waar je je zorgen over moet maken is dat die leuke viswinkel waar ik het over heb, als die straks de deuren sluiten, dan ben je een viswinkel kwijt. Die komt niet zomaar weer terug. Als die man over de kop gaat, dan staat die man met een behoorlijke schuld. En dan kan hij niet zomaar weer de boel gaan heropenen. En die man heeft toch al moeilijke tijden gehad. Met die economische crisis. Van 2008. En hou er goed rekening mee dat dit is een... Ja, het is natuurlijk altijd een kansberekening geweest. En voordat ik van deze link op de hoogte was, die ik dan kreeg van Nout, toen dacht ik het al, hoor. Want dit is doorgestoken kaart. Dit is een economische oorlogvoering tegen het Nederlandse volk. Als je het hebt over de Nederlandse situatie. En nu ik dit zie, denk ik dat alleen maar nog veel sterker. En de kans dat je het hier hebt over een daadwerkelijk goed bedoeld ingrijpen namens de wereldwijde overheden om ons te redden van de dood. Nou, die kans is nu gedaald in mijn rekenmachineapparaat boekje tot de 0,00000%. Dus ik weet niet of jij nog van plan bent om te gaan stemmen als er weer stembureaus open gaan. Maar ik zou het niet doen. Ja. En meer heb ik er niet aan toe te voegen. Ik ben benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. Woensdag 18 maart. Wordt ongetwijfeld ook heel erg interessant. En als dat zo is, dan hou ik er weer een nieuwsuitzending over. En vanuit een redelijk gelukkige, ja, blije positie met nog voldoende eten en voldoende toiletpapier. Want ik heb helemaal geen tekort aan toiletpapier. Want ik koop toiletpapier altijd in pakken van, nou, soms wel 16 rollen. Dat doe ik namelijk niet iedere week. Dat vind ik raar. Ik ga niet iedere week toiletpapier kopen. Ik heb altijd een voorraad. Dus ik heb even gekeken nog en ik kan in principe 10 weken vooruit met de hoeveelheid toiletpapier die ik heb. Nou, het water zal nog wel uit de kraan komen, de elektra zal nog wel komen. Dus, wow. En ik hoop dat het bij jullie ook allemaal goed gaat. Oh, ik zag nog een leuk recept op Facebook van een Turkse man. En die legde uit hoe je linzensoep kan maken. Turkse linzensoep. Dat is een aanrader. Dat ga ik ook van de week doen. Dat is lekker, hoor, linzen. En het kost geen drol. Een beetje linzen, een beetje uien, wortel moet erin. Wat tomatenpuree is ook lekker. Nou, niet zuinig doen met lekkere kruiden. En als de soep helemaal klaar is,
en je gaat hem eten, dan geef je de gasten nog extra peper erbij. Want om hem een beetje spicy te maken. En een stukje citroen. Dat is lekker, een beetje citroensap door je linzensoep. Heel erg voedzaam, linzensoep. Kan je weken op overleven. Alleen nu niet gaan hamsteren. Gewoon bescheiden linzen kopen. Ja? En trouwens, anders gaan we bonensoep eten. Dat is ook heel lekker. En dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie, vol van vertrouwen in een goede toekomst. Want we komen hier wel uit. Geloof me nou maar. We komen hier wel uit. We gaan ofwel de conclusie trekken. Of we trekken de conclusie niet. En dan wordt het nog erger. En dan gaan we dan de conclusie trekken. Of we trekken dan de conclusie niet. En dan wordt het nog erger. Zo. Kortom, het wordt alsmaar erger totdat wij een keer de conclusie gaan trekken en gaan snappen wie ons besodemietert. Nou, en daarover meer. En op zijn hamburgers zeggen tegen jullie, tjus en dag lieverds.